Dit programma is mede mogelijk gemaakt door PKF Post Pellets. Hans was wel iemand die op een lijstje stond waar in de trainerskamer wel vaak over overlegd werd van, nou ja, moeten we door met Hans, moeten we niet door met Hans? En ja, Hans was wel zo'n bespreekgeval, zoals we dat dan noemen. Welke spelers gaan door, welke spelers gaan niet door? Ja, daar moet ik ook wel gewoon heel eerlijk in zijn. Was Hans een twijfelgeval. Het zat er met name in de zogenaamde voetballende kwaliteiten, zeg de technische kwaliteiten. Bevalt het leven in Bergamo? Nee, het bevalt heel goed, zoals je nu ook ziet. Het is begin januari, het zonnetje schijnt lekker. Als je elke keer opstaat met dit zonnetje, het is wel frisjes, maar het is toch wel heel lekker. Het leven is goed, het eten is heel goed natuurlijk. Het leven is goed hier. Sinds het begin van 2017 woont Hans Hatenboer in Bergamo. Een stad met ruim 120.000 inwoners, gelegen in de regio Lombardije. Met de club Atalanta Bergamo viert Hatenboer successen, zoals de kwalificatie voor de Champions League. De basis van de voetbalcarrière van Hatenboer werd gelegd op het schoolplein in zijn geboortedorp Beerta, gelegen in Oost-Groningen. Het doel is ook al van de muur af. Ja, voordat we naar school gingen, in de pauze weer. En soms na school voetbalden we weer hier. Op een gegeven moment hebben ze toen, ik denk toen wij in groep 4 of 5 zaten, of 3, misschien eerder, hebben ze hier een speciaal veldje aangelegd met ook kleine doeltjes. Daarvoor was het nog altijd improviseren, maar daarna hebben ze echt een veldje. Toen maakten we ook toernooitjes. En als we dan om 12:15 weer moesten beginnen, onze oma waar we tussenmiddels in waren, woonde hier tegenover. Dus dan was het uit school snel naar oma toe om te eten en dan daarna zo snel mogelijk weer hier naartoe om hier weer te voetballen. Ik ben hier vanmiddag in Beerta, die OBS de Uilenburg, want Hans Hatenboer die is hier vanmiddag. En er is het Hans Hatenboerveld is hier opend. Maar hij heeft hier ook nog school gewoon. Ja, is toch wel leuk. Dus kwam ze mee, ik denk dat het in het tweede seizoen met Groningen kwam ze met ideeën om dat te doen. Heb ik hem geopend en waren toch alle jongens waar ik mee in de klas heb gezeten waren hier ook aanwezig. Dat was, het is toch wel speciaal dat er een veldje is bij jouw basisschool wat naar jou vernoemd is. Het is vooral leuk omdat we zoveel hier gevoetbald hebben. Het is ook leuk voor de jeugd zeg maar, wat er nu zit, dat het ook voor hun mogelijk is om, ik ben hier ook begonnen. Dat het ook voor hun zo kan zijn. Wat ik me kan herinneren waren we eigenlijk elke dag met de bal bezig. Als het niet op voetbalveld was, dan was het wel op het op het schoolplein. Als het niet op het schoolplein was, dan was het wel op straat. We waren elke dag met de bal bezig. Ja, meestal in de tuin, achter het huis. Sowieso op het voetbalveld natuurlijk, wat gewoon achter ons huis lag. Het gezin Hatenboer woont aan de Hoofdstraat in Beerta. Op een steenworp afstand van de club waar het voor Hans ooit begon. SV Tos, tot heil onze spieren. Hier zat een bruggetje overheen, dit was de weg. Dit was zeg maar de parkeerplaats. Er stond altijd als ze dan gevoetbald werd op zondag, dan stond dit helemaal vol en langs de weg helemaal vol. En dan was dit. Ja, hier kwamen wij aan op het fietsje, bal onder de arm, voetbalschoenen vaak al aan. Ik zat in het bestuur van de club, ik had zelf heel lang daar gevoetbald. Hun opa had daar gevoetbald, mijn vader had daar in het bestuur gezeten. En dus ja, wij hoorden bij die club en dat was gewoon altijd voetbal. Heel vaak was het 3 keer per dag omkleden en uitkleden bij de stoep. De vuile kleren naast de stoep. En dan hebben we wel eens gedaan dat we het moesten uitspoelen in het Beerste Diep wat achter ons huis langs liep. Gingen we op de knieën bij het Beerste Diep om eerst al die modder er maar af te halen voordat het spul in de wasmachine kon. Ja, dat is hem, het witte dakkapel. Dus zoals je ziet is het, 200 meter hemelsbreed denk ik. Dus ja, ik kan wel zeggen, het voetbalveld lag in de achtertuin, zeg maar. We hadden op zich niet zoveel regels, we moesten gewoon hun best doen op school. Tas in- en uitpakken, zelf doen. Wij gingen geen tassen inpakken en uitpakken. Wij hielpen bij het huiswerk, maar we maakten niet hun huiswerk. Ziek melden op school was s'avonds ook niet trainen. Op eigen kracht moesten ze bereiken wat ze wilden bereiken. Thank you.
Waterboer. Holland. Waterboer. We stonden in de finale van de beker. We worden derde in de competitie en je haalt Champions League. Dat is iets magisch voor de club, voor de stad, maar ook voor wij als spelers. Ja, dat zie je gewoon zo, zeg maar, de supporters en de stad, hoe trots zij zijn. Het is ook gewoon, ze hebben altijd voor degradatie Serie B, Serie A gespeeld. En dat gaat nu zo omhoog. Dus die mensen zijn zo gelukkig. En ik denk dat dat ook wel het verschil is tussen de topclubs nu. Bij ons, de afgelopen jaar, was geen druk. Wij mochten en die anderen moesten. En wij hebben gewoon een bepaalde manier van spelen, een bepaalde visie. De scouting heeft gewoon jongens gehaald die gewoon perfect in het systeem passen. En dan heb je een trainer die tactisch heel sterk is en die, ja... Een team die heel fit is, die al die tegen niemand bang hoeft, voor niemand bang hoeft te zijn. En ook als wij uit bij Juventus spelen, spelen wij hetzelfde systeem. En dan gaan wij vol op de aanval en spelen we met 50 meter in de rug. En dat is ja, wel iets niet Italiaans, maar waar je ziet waar we wel hele goede resultaten mee halen. Grande. Ciao. Ah, Rick. Hey, hoe is het dan? Ja, lekker. Jou? Goed man, goed. Lekker. Stuk speciaal hierheen gekomen. Ja, zeker. Je moet naar Groningen komen ook. Nee, ik woon hier nu in Oostvol. Oh, echt? Ja, voorbij. Dat wil ik niet meer. Nee. Oké. Hoi, Jeffrey. Hoi, jongen. Hoe is het? Ja, goed hè. Lekker, jongen. Hoi. We zijn bij elkaar in de klas en wij waren altijd aan het voetballen. Of in principe, hoe je dat vroeger zei, buiten spelen. Wij waren altijd buiten. Maar ik kwam nooit met schone kleren thuis. Zodra we mochten voetballen, ben ik op voetbal gegaan. Nou, ik ben een week ouder dan Hans, dus we zaten gelijk bij elkaar in het team. Dus nou ja, tot de jeugd en eigenlijk tot Hans naar hogerop is gaan voetballen. Dat is wel jammer, dat natuurlijk hartstikke mooie foto's. Welke, die foto's van? Tegen Ajax. Oh ja. Deze foto. Nee, dit was... Maar dit was iedereen die meedeed? Ja, dat was iedereen die meedeed. Wie zit? Oh, dat is Jan. Of niet? Ja, was altijd de groep 6, 7 en 8, toch? Ja, dus zeg maar, Jorn was altijd de enige in die klas, toch, die meedeed. Yeah. Op zaterdag was de wedstrijd en dan kregen we op donderdag... dan kregen we een kaartje met daarop, Zola, daar en daar verzamelen, dat is de tegenstander. En die maakte, zeg maar, de trainer, die maakte die voor ons. Je had echt kabouter voetbal, hoe je er nu ook tegenaan kijkt, dan speel je echt op kluitjes, zeg maar. En dan wordt voetbal wordt nog aangeleerd, van je moet uit elkaar en dat soort dingen allemaal. Maar bij ons zat het tegelijk al in, wij stonden niet echt op posities, maar we liepen wel uit elkaar. Wij stonden niet allemaal op één kluitje, we overspelen en noem maar op. Eigenlijk zat dat vanaf het begin er al wel in. Elk half jaar werden we weer kampioen en was het weer patat en cola in de kantine. En dan op een kar door het dorp heen om te laten zien dat we kampioen waren geworden. Toen gingen we naar de hoofdklasse. Toen heeft onze trainer gezegd, als jullie weer kampioen worden, wat eigenlijk een beetje onmogelijk was, dat we naar Ajax gingen. Toen werden we weer ongeslagen kampioen. We wonnen met 7-8-0 van WVV, Appingedam, Hogezand F1, noem maar op. En gingen we richting Amsterdam. Hebben we tegen Ajax F1 gespeeld. Na 1 helft stond het 12-0. Toen begonnen we hun trekjes een beetje door te krijgen. Bij een amateurvereniging wordt niet gezegd van jongens, ga nu mijn shirtje vasthouden en deel maar een keer een tikje uit en noem maar op. En dat wordt daar al wel bijgebracht. Dus dat begonnen we door te krijgen en toen gingen we ook meer in hun spel mee. In de F's konden wij elke ploeg moeilijk maken. We waren volgens mij E-junioren toen wij al in de D-junioren zaten, omdat we dan op groot veld konden spelen. Ja, en toen kwamen die teams, kwamen die scouts, kwamen langs. Ja, toen kwam op het moment dat Veendam kwam en dat Thijs en ik naar Veendam zijn gegaan. Zo'n pakken van Karta, man. Jan Cruijff. Johan Cruijff. Oké. Prego. Thank you. Ciao. Kijk wat ze te schrijven hebben.
groeit met Atalanta en op het laatst creëert drie kansen. Ja, ik moet zeggen, toen ik hierheen ging, had ik dat ook niet verwacht dat het zo zou gaan als dat het, ja, als dat het nu gaat. Maar ja, alles klopt gewoon en alles werkt. Alle aankopen die passen er goed bij. Alle jongens die groeien mee. En we hebben nu gewoon het huis dat zat, zeg maar. Het geheel dat is goed. Ciao, ciao, ciao. Was er weer een te verde? Si. Va bene. Va bene. Si, grazie. Ik kan wel goed redden. Gewoon, sommige mensen echt snel praten, dan dat is nog lastig. Maar over het algemeen ja, lukt het prima. Maar ja, we zitten nu 3 jaar, dus dan dat moet je ook wel. Maar nee, over het algemeen kan ik me prima verstaanbaar maken. We werden eigenlijk met z'n tweeën gevraagd om naar de voetbalschool te gaan. Hans had er niet zo heel veel zin in. Nou, en ik vond het juist wel leuk om... is toch wel wat... spreekt toch wel aan als je jong bent. Het is natuurlijk een profclub. Ja, ik weet dat ik er 1 keer geweest ben. En dat ik toen tegen papa en mama afgezegd op de weg terug naar... Dit gaan we niet meer doen. En op een gegeven moment toen was Hans wel een paar keer bij een wedstrijd van mij te kijken. Zo'n oefenwedstrijd of een selectiewedstrijd. En toen had Hans toch maar besloten om ook met me mee te gaan. Harry van Beuzekom is in 2005 trainer van de D1 van BV Veendam. Hans was een hele onbevangen jongen. Ik kwam er een beetje nonchalant aanlopen. Dat zie je bij Hans ook nog wel als je hem nu ziet lopen. Eigenlijk wat dat betreft in al die jaren niks veranderd. Het was zeg maar onze eerste kennismaking met een profclub. Maar op die manier zagen wij het toen niet echt. Wij zagen het wel als een profclub, stap omhoog. Maar ik denk dat Veendam was... Net weer een tussenstap tussen wat Groningen was, net iets professioneler als Veendam. Bij Hans was vooral het verwerken van de bal. De aanname kan beter. Sprong vaak nog eens een keer van zijn voeten. Dan moest je weer corrigeren of het was de bal kwijt. Balbezit van de tegenpartij, was hij te gemakkelijk mee. Reageert pas na de coaching. Hans heeft de wil om te winnen, is doelgericht, maar moet schakelen van balbezit naar balbezit tegenpartij. Vooral het kanten vanuit zichzelf moet veel beter. Ja, op een gegeven moment hadden ze ons eruit gepikt. Ons met z'n tweeën om naar Groningen te gaan, nou, dat wilden wij natuurlijk altijd graag. Zijs kwam in D2 en Hans ging naar D1. En ze rolden gewoon mee alsof ze bij Tjos voetballen. Ik had nooit echt het doel, ja, het was het doel wel, maar nooit echt van... ik moet profvoetballen, want ik moet dit laten, ik moet dat laten om het te worden. En ik moet zeggen, ik heb er heel veel voor gelaten, maar als ik iets wou, dan deed ik het gewoon. Het is niet dat ik zoiets heb van, ik heb er alles voor moeten laten om profvoetballer te worden. Absoluut niet. In het begin, hè, onder 16... had ik wel mijn twijfels en dat zat er met name in de zogenaamde voetballende kwaliteiten, zeg de technische kwaliteiten. Eerste jaar B, je moet zeggen, dat is toch wel een heel lastig jaar geweest. Ja, ik was eerste jaar B junior en ja, ik groeide nog steeds. Hij was elk jaar wel een bespreekgeval. Hij was niet een jongen die er echt bovenuit stak. Hij was een jongen die gewoon mooi meedeed. En toen met die groeipijnen had hij ook een jaar, misschien wel bijna 2 jaar, waar het kantje boord was of hij mocht blijven. Hans kon zich enorm opladen voor wedstrijden, maar dat had hij wat minder in trainingen. In zijn verdere jaren in de jeugdopleiding is hij zich daar wel meer bewust van geworden. En ja, heeft hij zich op basis van zijn aanwezige kwaliteit enorm ontwikkeld. En is hij ook voetballend natuurlijk beter geworden, absoluut. FC Groningen Cambuur dan nog maar weer eens. Hans Hatenboer kopt de bal terug op Ivaj Gorrissen. Bij onder 17, hè, ook in de gesprekken die ik met Hans heb gehad, ging het nog wel over wat is nou je positie? Is dat rechtsback of is dat centraal? Ik moet ook zeggen, als je hem voorin neerzet in eindfases van wedstrijd, dan gebeurde er altijd wel wat. En dat had wel te maken met zijn enorme drive waarmee hij kon spelen. Hans was wel iemand die op een lijstje stond waar... in de trainerskamer wel vaak over overlegd werd van, nou ja, moeten we door met Hans, moeten we niet door met Hans? En ja, Hans was wel zo'n bespreekgeval, zoals we dat dan noemen. In de eindfase van de opleiding, toen het echt op keuzes aankwam van welke spelers gaan door, welke spelers gaan niet door. Daar moet ik ook wel gewoon heel eerlijk in zijn. Dat was Hans een twijfelgeval of we daar wel mee door moesten, hoe we daar dan mee door moesten en in welke rol en positie die dan eindelijk zou terechtkomen. Hij was centrale verdediger, hij was rechtsback. En we vonden het eigenlijk beide niet helemaal op orde. Ik kan me herinneren dat er 8 spelers van onder de 19 doorstroomden naar de belofte. En 5 daarvan kwamen in aanmerking voor een contract. 3 daarvan niet. En 1 van die 3 was Hans. Maar dat snapte hij op dat moment totaal niet. Na de wedstrijd kreeg ik altijd beoordeling, was altijd goed. Ik was van de jongens in Eind, de speler die de meeste basisplaatsen ook bij de belofte al had dat. En ja, toen kwam dat bericht. Er was op dat moment, wat ik me kan herinneren, ook wel interesse van Emmen en van Cambuur.
waar we ook met Cambuur de gezamenlijke opleiding mee hadden op dat moment nog. Op dat moment was ik daar echt verbaasd over en ook gewoon boos over dat ik zoiets had van ja, oké, jongens, ik wil hier weg en ik ben er klaar mee. Uiteindelijk heeft u ervoor gekozen om toch door te gaan. Wel tegen Hans gezegd, Hans, je moet gewoon keihard blijven werken en laat maar zien op belofteniveau dat je het echt waard bent. En zeg, en als Groningen een contract aanbiedt, dan moet het ook gewoon een goed contract zijn. Ik denk uiteindelijk dat energie, dynamiek in zijn spel, onbevangenheid, een klein beetje scheiden hebben aan de hele wereld. Dat zijn ook wel zijn pluspunten geweest waarop hij het uiteindelijk gewoon stomweg wel gered heeft. Waar Hans nog een twijfelgeval was, was het lot van Thijs al eerder bezegeld. De C1 is voor hem het eindstation. Dat was toen wel een redelijke teleurstelling. Ik zag het wel dit jaar, zag ik er wel een beetje aankomen. Dan zit je af en toe wissel en ja, niemand vindt het leuk om wissel te zitten. En toen heb ik misschien iets te veel met mijn pet ernaar gegooid. En op training ook. Ja, dat is misschien de verkeerde instelling, maar natuurlijk komt de klap alsnog wel hard aan als je een jaar of 15 bent en je wordt weggestuurd omdat zij vinden dat je niet goed genoeg bent. Dat is natuurlijk nooit leuk om te horen voor een jong ventje. Een hele goede middag, dames, heren, jongens en meisjes, hier allemaal aanwezig op ons sportpark De Bühnedroom voor de wedstrijd Nieuwbuinen tegen Rolder Boys. Op stelling van Nieuwbuinen, Rick Knigge, Thijs Haatboer, Mark Schreuder. Hans is meer een jongen die het moet hebben van zijn discipline en hij weet echt wel precies wat hij kan. En ik ben meer een speler die wat technischer, wat voetbalt wat makkelijker. Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom op Sportpark Ring bij de voetbalvereniging PKC 83. Koen voetbalt voor het tweede seizoen in het eerste elftal van de zaterdag eerste klasser PKC 83 uit de stad Groningen. Ooit wel eens wat brieven van Veendam gekregen, ook in de jeugd, maar dat is nooit echt op ingegaan ook. Maar dat zat er denk ik ook op dat moment ook niet in. Dus, die jongens die hebben die kans wel gepakt en gegrepen en die hebben allebei een leuke tijd mee gehad, denk ik. Ik denk dat ik het wat meer van een technische kwaliteit moet hebben. Hans is juist meer iemand die het echt van zijn loopvermogen moet hebben en zijn duelkracht. En alhoewel, ik kan misschien met duels ook wel met mijn lichaam ook wel redelijk vooruit. Maar ja, Hans is echt een loper en ik ben meer iemand die de bal aan de voet heeft. Een beetje meer frommelen, kappen draaien. Hij is natuurlijk verdediger en ik sta meestal in de spits. In de 70ste minuut is het 3-2 geworden. Doelpunt van PKC was gescoord door nummer 10, Koen Haatboer. Secondo me ce l'ho già fatto, ma non si vede più, guarda. Facciamo ancora. Ma che colore, eh? Adesso si vede meglio. Grazie. Prego. De scouting hier die is natuurlijk begonnen bij Marte de Roon die ze uit Nederland gehaald hebben. En op dat moment, toen dat goed uit heeft gepakt, zijn ze natuurlijk in Nederland blijven kijken. En, wat ik heb vernomen van die scout, zeg maar, die mij ook opgepikt heeft, dat ze echt een intensief traject is geweest. Dat ze echt meer dan 10 keer naar Nederland zijn geweest om te bekijken. En op die manier al te kijken van of ik binnen het profiel zou passen, binnen het spelsysteem. En, Er is wel wat tijd overheen gegaan dat ze maar volgden, zeg maar. Het is veel intensiever, fysiek wordt er veel meer van je gevraagd. Als je ook ziet, er zijn weinig teams met jonge spelers. De gemiddelde leeftijd ligt wat hoger en dat merk je ook wel. Die zijn allemaal fysiek veel verder. En dat is wel vooral een heel groot verschil. En tactisch is het ook allemaal... Tactisch is wel een groot verschil met Nederland. Eind 2013 is Hans bij FC Groningen inmiddels geen bespreekgeval meer. Hij klopt op de deur van het eerste elftal dat onder leiding staat van trainer Erwin van der Looy. Ik vind dat hij echt wapens heeft. Hij heeft ook een aantal dingen die hij toen zeker nog niet goed beheerste en nu ook misschien nog zijn mindere punten zijn.
Maar wel een aantal dingen die heel goed pasten binnen hoe ik vind dat sommige spelers op sommige posities moesten spelen. En dat was de rechtsbackpositie, waar we toch wel hadden van, nou, misschien moet daar wel eens een keer iets gaan gebeuren, zeker met het oog op de toekomst. En Hans had gewoon wel heel veel power, loopvermogen om langs die zijkant op te komen. We wilden dat gewoon heel graag en met de vleugels die dan vaak naar binnen komen, ruimte maken en dan daar gevaar stichten. Nou, we hadden wel het gevoel dat hij dat wel kon doen. Dus het was een mooie beloning en eigenlijk ja, vanaf het begin af aan dat hij erbij was, hebben we hem volgens mij ook bijgehouden. Want hij maakt gewoon een goede indruk. Wel hard werken. Sherry geeft meteen mee aan Hateboer. Dan komen er twee mensen voor het doel. De rechtsback is er langs, geeft hem voor en het is raak. En dan mag de meeste dank uitgaan uiteindelijk naar de debutant. Die dat heel goed doet. Hans Hateboer. Kijk naar die snelheid. Guano heeft geen enkele kans om hem te achterhalen. En dan de Leeuw die daar tegenaan loopt. Ik weet ook dat ik helemaal niet nerveus of zenuwachtig was voor de wedstrijd. Maar dat het gewoon, ik heb het op af me laten komen en ja, ben er zo ingerold. En Hans speelde eigenlijk ja, zoals we hem kennen. Dus met lef. Hij durfde te komen. Hij durfde zich aanvallend in te schakelen. Daar hebben we ook met hem over gehad. Van, dat kan je goed, dus moet je ook vooral doen. Ga niet ingetogen spelen en niet opkomen of zo, maar ga gewoon lekker los. Paas is goed. Ik weet niet wat Mjeum daar nog had verwacht. Goed. Dat is heel hard wat Hateboer doet. En die krijgt direct rood. De debutant bij Groningen, die aan de basis staat van het enige doelpunt van vandaag, krijgt ook meteen rood. Wat een debuut. Nu al helemaal om nooit te vergeten voor Hans Hateboer. Ja, toen kwam de tweede helft kwam een ongelukkig moment. Ja, waar denk ik ook nog gewoon de jeugdigheid en het enthousiasme. Dat ik er op die manier die sliding in maak, die tackle in zit. Ja, achteraf gezien gewoon, gewoon terecht met rood eraf gaan. Maar op dat moment zag ik dat absoluut niet. Dat een rode kaart was. Ik kan me herinneren dat Hans naar Zeist moest en dat hij daar ook iets hoorde over de snelheid waarmee de actie was ingezet. Dat Hans toen iets had opgemerkt zo van, ligt er dan een beperking op de maximale snelheid of zo? Want hij deed het met volle energie en hij deed dat niet om willens en wetens mensen te raken. Dus ook in die actie ging hij er vol voor. Tot die rode kaart had ik gewoon een goede wedstrijd gespeeld. Dus ik had me laten zien van, ik kan hier spelen en ik heb me laten zien, dus ik verwacht wel dat ik er nu bij blijf. Hij werd dan gekscherend, hij komt uit Beerta, een beetje boertje uit Beerta, maar hij was wel een jongen die heel snel aansloot bij de wat belangrijkere jongens in het team. Dat vond hij ook wel altijd wel mooi. Ik weet nog dat hij vrij aan het begin, toen hij speelde, toen werd hij heel snel zijn contract ook verlengd. Toen hij debuteerde, kreeg hij volgens mij ook een contract bij Nike of zo. Dus toen kwam hij op een gegeven moment ook helemaal in het Nike gestoken. Ja, dat past ook wel een beetje bij Hans. Dus hij was niet verlegen en terughoudend. Hij was wel een mannetje. En ik hou er wel van, want zo speelde hij ook. Dat jaar sloten we af met de wedstrijd tegen AZ, waarin ik scoorde en assist gaf. En na zoveel jaar dat we met Groningen weer Europa in gingen. Dat was wel absoluut een heel speciaal jaar, maar vooral een speciaal vijf maanden. Paulsen met het hoofd, maar dan slecht uitverdedigd. Zeg, en de fout van Esteban, het staat 2-0. Hateboer maakt hem. 2-0 voor FC Groningen. Groningen wint met 3-0 van AZ in de finale van de play-offs. En Groningen gaat naar de voorronde van de Europa League. Ja, fantastisch toch. Hele seizoen nog niet gescoord en uitgerekend deze wedstrijd, dan leg je hem erin. Ja, en dan fantastisch. Ja, beschrijf het moment dus. Ja, ik speel volgens mij naar binnen Charon in en uit de kluts komt hij. In de zomer van 2016 besluit Hateboer om zijn contract met FC Groningen niet te verlengen. Doelpunt! Hateboer! Na 2,5 jaar en bijna altijd alles gespeeld, had ik zoiets van, ik zat bij Jong Oranje, ik had zoiets van, ja, ik wil wel graag een stap hogerop maken. Of in ieder geval een stap hogerop, een stap naar een andere club, andere competitie. En dan weet ik, als je je contract niet verlengt, als je transfervrij bent, is het makkelijk om ergens binnen te komen. Wij dachten wel even van, hey jongen, wat doe je nou? Weet je? Maar het kwam uit hemzelf. En dan zo zelfbewust zeggen van, hey, ik probeer een stap te maken. Eind januari 2017 maakt Hateboer plotseling de overstap naar Atalanta Bergamo.
Atalanta wil de Hateboer in eerste instantie in de zomer van 2017 naar Italië halen. Maar dat loopt uiteindelijk toch iets anders. Toen weet ik nog dat de maandag na de wedstrijd tegen Heerenveen mijn zakenman hem opbelde en zegt van ja, vanavond moeten we nog vliegen, want ze willen nu erop halen. En dat was 30 januari, denk ik. En ik was bij Danny Hoester thuis, dus waren zijn spullen aan het verhuizen aan de lege hallen. En ik zeg tegen Danny van luister, ik moet naar huis, ik moet mijn spullen pakken, ik moet naar Schiphol. Eigenlijk toen ik thuis kwam pas van het werk, toen was het echt van ja, ik ga over 10 minuten, 15 minuten, ik moet mijn koffer pakken en ik ga die kant op. Dat het ineens van de een op de andere dag zou gaan, was natuurlijk wel heel bijzonder. Dat hij mij belde en zegt, pap, ik zit in de auto, we gaan nu naar Schiphol. En als we geluk hebben, tekenen we morgen. Toen ben ik naar Schiphol gegaan en ik Hans Nijland opgebeld in de auto. Van, ja, Hans, luister, dit is de gaande. En ze willen me nu nog hebben. En ik ga ervan uit dat jullie eruit komen met Atalanta, want ik kom niet weer terug. En aanvankelijk wouden wij niet meewerken aan deze transfer, want wij hadden ook net in die winterperiode hadden we Rusnak al verkocht. Waarom Hans tegen mij zegt van, ja jongen, ik kan beter omkeren, want het gaat niet meer gebeuren, je gaat niet meer weg. Ik zeg van, nou Hans, één ding is duidelijk, ik kom niet meer terug. Ik zeg van, jullie komen er wel uit en ik zeg, we spreken elkaar. Als het rond is, spreken elkaar weer. Dus uiteindelijk hebben we ook besloten om hem deze kans te gunnen. Toen die dag later alles is rondgekomen, belde Hans me op van, hij zegt van, ja, gefeliciteerd, mooi dat het rond is gekomen en het is je gegund. Dus ook, het is toch ook wel weer mooi op de manier hoe het gelopen is. Kijk, hij kwam niet terug die dag daarna, hij moest gelijk blijven. Hij is toen, ik weet niet, na een week geloof ik, is hij pas voor het eerst weer teruggekomen. Dat was wel even wedden, ja. Ja, dat was voor ons ook wel even iets, een euforie moment. Dat je denkt van, wauw, wat mooi voor die jongen. Ik denk dat ik altijd sowieso altijd weer terug zou komen in Groningen. Omdat natuurlijk de familie en de vrienden zijn allemaal daar. Dus dat zou zeker kunnen. Maar dat ligt natuurlijk ook aan het moment hoe fit je nog bent. Of ze je nog willen en hoe het ervoor staat. Dus ik sta er zeker voor open. Daar zeg ik zeker geen nee tegen. Ga naar foxsports.nl/doc. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door PKF Post Pellets.